Het is zomer 2004 als toenmalig havenwethouder van Sluis ontdekt dat zijn directeur van het havenbedrijf bankgaranties heeft afgegeven ten behoeve van de RDM. Banken verstrekten daarop leningen van meer dan 100 miljoen euro aan het bedrijf van Joep van der Nieuwenhuizen. En dat terwijl Scholte bevoegd was om garanties tot maximaal 25 miljoen euro te verstrekken. Als de RDM de lening niet kan terugbetalen, gaat het mis en komen de banken bij de gemeente. In een gesprek met Van Sluis biegt Scholte op achter de rug van iedereen om gehandeld te hebben. Hij zei: Ik, ik moet jullie wat bekennen. Ik heb 2,5 jaar. Een dubbel leven. Iets. En, en ik kan daar ook, daar ook nu niet meer. Ik moet het nu ook vertellen. Ook zou Scholte 1,2 miljoen euro aan steekpenningen hebben ontvangen en weggesluist. Scholte heeft gezegd in het belang van de Rotterdamse haven te hebben gehandeld. De RDM mocht namelijk geen duikboten leveren aan Taiwan. Anders zou China boos worden. En daarom moest de RDM gecompenseerd worden. Van de Nieuwe Huizen heeft steeds gezegd dat Scholte correct heeft gehandeld. Wat ik wel weet is dat iedere garantie die is afgegeven binnen zijn mandaat viel, dat hij daartoe bevoegd was. En dat op iedere garantie ook een legal opinion is afgegeven door uh, advocaten dat hij mocht doen wat hij gedaan had. De gemeente onderzoekt de affaire en ook het CDA Eerste Kamerlid Lemstra pluist alles uit. Al snel blijkt dat het niet om 100, maar om 180 miljoen euro gaat. Nou, meneer Scholte heeft onbevoegd gehandeld, dus zonder toestemming van het college van BMW, zonder de Raad van Rotterdam, zonder de Raad van Commissarissen. De Rotterdamse rekenkamer gaat op verzoek van de gemeenteraad de affaire onderzoeken en komt een week later tot de conclusie dat het Rotterdamse college wel degelijk eerder had kunnen ingrijpen. Toch kost dit niet de kop van toenmalig wethouder Wim van Sluis. Na jaren van onderzoek is vandaag de rechtszaak dan eindelijk inhoudelijk begonnen.